In deze aflevering 65 gaan we aan de slag met composiet vlonderplanken van het gerenommeerde merk Elephant. Elk merk heeft toch weer zijn eigen leginstructies. Ook bij deze composiet vlonder van Elephant zie je deze bijzondere onderbalken. Je ziet hier een sponning in zitten. En dit is eigenlijk een multifunctionele onderbalk. Je kan hem gewoon op deze manier als een onderbalk gebruiken. Maar straks zul je zien dat je hem ook heel gaaf als kantplank kan gebruiken. Dat gaan we allemaal terugzien zometeen. Belangrijk is, als je de liggers gaat leggen, dat je de eerste om de 18 centimeter hard op hard van elkaar doet. En de volgende steeds om de 30 centimeter. Minimaal. Zo krijg je een stevige vlonder. Ook belangrijk is dat je minimaal 1 centimeter afschot hebt per meter. Zo kan water en condens wegvloeien. En mocht je op een balkon werken, altijd even 3 centimeter van het dakroom afblijven. Zo kan de vlonder ook net zijn werking kwijt. Hier kan je even mooi zien hoe dat nou werkt met die kantplanken. Ik heb even de eerste plank erop gelegd. En ik heb een onderbalk een slag gedraaid met de sponning naar boven toe. En een mooie kant heb ik even gezaagd 45 graden. En je ziet, dit past precies in elkaar. Ik probeer wel een klein beetje tussenruimte aan te houden, zodat de plank nog wel iets kan werken in de breedte. Je ziet, op deze manier heb ik een hele mooie randafwerking. En als ik straks klaar ben, dan ga ik ook langs de zijkant dezezelfde manier de rand zo afwerken. Hier zorg ik weer voor een klein beetje tussenruimte door de onderbalk iets verder te schuiven dan de plank. En bij deze doos met clips zitten ook speciale lange schroeven. En hiermee kan je de kantplank aan de onderkant aan deze balk monteren. Dan moet je even goed opletten dat je precies in het middenste gedeelte uitkomt. Daar heeft hij vlees. Ik heb de kantplank ongeveer op 3/4 voorgeboord en daarna vastgeschroefd. Nu ga ik verder met de clips. Dit werkt eigenlijk precies hetzelfde als in aflevering 61, waarin we een resistavlonder hebben gelegd. Ook hier geldt eerst weer losjes monteren. Mooi is, de schroef kan je precies in de V-groef plaatsen. Er is een bitje meegeleverd. En het is belangrijk dat je hem eerst losjes vastzet. Zo, lekker los. Dat doe ik overal. Dan schuif ik de volgende plank er tegenaan. En dan pas schroef ik ze definitief vast. Ga je nu een hele grote vlonder maken, dan ontkom je niet aan dat je zogenaamde kopsenaren krijgt. Dus dat een plank bijvoorbeeld hier eindigt en dan weer verder gaat. Belangrijk is dan dat je de naden laat verspringen. Dus niet allemaal in één lijn. Dat geldt ook als je onderbalken tekort zijn. Zorg ervoor dat die steeds verspringen. En let op, deze veelgemaakte fout is om dan twee planken op één clip aan te sluiten. Dus deze plank hier te laten eindigen en hier de volgende. Ja, dat is dus niet goed. Elke plank heeft zijn eigen clip nodig. Dus deze plaats je dan hier. Je plaatst een extra onderbalk en daarna plaats je de volgende. En je zorgt altijd voor een centimeter tussenruimte. Ook op de kopse kant. Op die manier kan de plank ook op deze manier zijn werking kwijt. Ook aan de kopse kant van de planken heb je de mogelijkheid om een randafwerking te maken. Dit is niet verplicht. Maar staat wel heel gaaf. Wat je dan doet, is dan zorg je dat de sponning aan de onderkant zit. Want die heb je dan immers niet nodig. Ook hier weer heb ik een hoek van 45 graden gezaagd. Dit composietmateriaal is gewoon te zagen, net als hout. Dat is geen enkel probleem. Ik heb ervoor gezorgd dat de planken hier een klein beetje tussenruimte hebben. Mochten ze nog iets gaan werken, ze niet tegen mijn kantplank aanduwen. En nog belangrijk is, mocht ik nou niet mooi uitkomen met de kantplank, voorkom dan korte stukjes, maar maak grote delen. Dus je kan dit prima bijvoorbeeld hier doormidden zagen en daarna weer een heel gedeelte plaatsen. Je ziet, als je even goed verdiept in de leginstructies, dat je eigenlijk een heel mooi resultaat krijgt. En het is ook heel erg duurzaam. Ook het mooie is dat het materiaal weinig vocht opneemt. Het is daardoor gemakkelijk schoon te vegen. Ja, en dat zorgt er ook voor dat als je het regelmatig even doet, dat deze vlonder ook niet glad wordt. Daarnaast geeft Elephant 10 jaar fabrieksgarantie. Zo ben je zeker van echt een kwaliteitsproduct.
En wil je nou precies even terugkijken welke materialen ik heb gebruikt in deze aflevering? Ga naar gadero.nl/tv en klik op aflevering 65.